Wie is dat? Wie is dat? Pipi. Yeah! Goed zo! Hoera! Hoera, 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 hoera. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en we zijn de boot aan het leegruimen, want we gaan nu weg. Het is 8:30, 9:00 zoiets. En we gaan weer terug naar Amsterdam. Dat vinden we heel jammer. Oh, ja, kijk, wie is dat? Olivia. Dus we gaan snel verder en dan zie ik jullie zo. Nou, ik ben weer in Amsterdam en ik ben zo moe. Heel weinig geslapen, want Olly was de hele dag wakker. Maar ik ben aangekomen bij de building en mijn haar ziet er echt niet uit. Ik krijg nieuwe extensions en ga verven en het hele gebeuren. Dus ik zal het zo allemaal filmen. Oké, wij hebben net mijn haar geverfd uitgegroeid. En wow, het lijkt heel oranje op de camera. Kijk. Zie je, maar het is echt helemaal niet. Maar nee. Kijk op de camera. Super oranje. Ja, maar... En Melissa heeft het geverfd en we gaan nu geveunen. En dan gaan we knippen. En dan laat ik jullie zo het eindresultaat zien. De kleur ziet er echt heel gek uit, zomaar in de spiegel vertaald. Dus laat zo maar het eindresultaat zien. Ik ben weer thuis en Kay en Claire kwamen net langs. Dus ik was even met hen aan het kletsen. Die kwamen meteen toen ik binnenkwam. En nou ja, mijn haarkleur kan je niet zo heel goed zien. Morgen ga ik het even helemaal mooi stylen en doen. En dan zien jullie het morgen. En we hebben eten besteld, maar ik kwam dus net thuis. Ik heb zoveel pakketten in één week. Een deel ligt hier. Ik zal straks even een mega huge unboxing gaan doen als Olly slaapt. Hier liggen allemaal pakketten. Heel de tafel ligt vol met pakketten. Het allerleukste cadeau is dit. Papa van de Ideeën Studio. Zijn Sander, ik, Bibi en Olivia. Dat is toch te bizar, hè? Kijk hoe leuk. De families. Jij met dat Tommy petje? Ja! Wie is dit? Bibi. Papa! Ja! En wie is dit? Papa! Ja! En wie is dit? Mama! Ja! Yeah. En wie is dit? Wie is dit? Wie is dit dan? Oh! Wie is dat dan? Wie is dat? Wie is dat? Pipi! Yeah! Goed zo! Hoera! Hoera, 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 hoera. Ik heb echt zoveel struggles. Ik probeer dus van beneden mijn pakketten mee te nemen naar boven. Maar ik heb nu 3 vuilniszakken vol met pakketten. Ze zijn veel te zwaar om mee te nemen. En ik heb nog steeds niet alles erin. Gewoon een verhuizing in mijn eigen huis. Met pakket omdat ik een week weg ben gegaan. Dit is echt way too much stuff. Maar goed. Ik ga maar op en neer lopen. Want ik moet 3 verdiepingen omhoog om naar de slaapkamer te komen. En het scheelt waar mijn kledingkast ook is. Dus ik ga maar gewoon even een aantal keer lopen. Oké, ik heb alles naar boven gesleept. En ik ga nu mijn make-up eraf halen. En dan ga ik lekker slapen. Want ik heb letterlijk een uur lang alle verpakkingen eraf gehaald en ik ben nog lang niet klaar. En het is al super laat. Dus ik ga lekker morgenochtend alles unboxen en aantrekken en zo en laten zien. Want daar krijg ik altijd heel veel leuke comments over. En dan ga ik wel even vloggen vandaag en morgen in 1 vlog. Dus dit wordt dan 1 vlog combineren. Want anders dan is het een beetje saai. En daar houden we niet van. Ja. Dus ik ga nu lekker slapen en dan zie ik jullie morgenochtend en dan zal ik al mijn aankopen laten zien. Tot morgen. Hey guys, good morning. Ik ben even wakker en ik heb net een zakelijke afspraak gehad en ik heb mijn haar gewassen. Ik zal het zo even laten zien, maar die extensions zitten zo mooi. Alleen ik heb hier echt heel veel daglicht. En ik ga hem even opmaken, dus ik dacht misschien is het leuk als ik een deel daarvan weer film. Want dat vind ik altijd leuk om te doen en leuk om naar te kijken. En dan ga ik daarna nog even... wat dingen unboxen. En ik ga vandaag verder naar een festival toe. Met Jaro. En ik hoop dat Sander ook even mee wilt. En Jaro en ik moeten daar werken. Voor een campagne. Het festival is Edelweiss volgens mij. Dus dat. Maar first make-up time. Ik ga weer beginnen met Milani. Iedereen die kennis trouwens echt heel erg blij
met zijn Milani foundation. En ik heb een hele week geen make-up op gehad, dus ik ben benieuwd. Waarschijnlijk vind ik zo meteen dat die make-up echt extreem heftig erop zit. Altijd als je een week geen make-up op hebt gehad, dan denk je echt bij jezelf, oh my god, hoeveel make-up heb ik op? Terwijl je het normaal elke dag zo doet. Waar is die ene kwast? Hier. Ik heb echt een zooitje al mijn make-up. Ik heb mijn spullen nog niet uitgepakt. En we gaan natuurlijk overmorgen naar LA. Dus ik hou het denk ik ook deels een beetje ingepakt. Wat is hier? Ja, alright. Let's do this. Ik gebruik, zoals altijd, ook weer mijn MAC, even kijken, Warm Neutral palet. Hebben jullie gekeken of je die online kan bestellen trouwens? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Of die, ik heb hem gekregen, dus ik weet niet of die online te bestellen is. En mijn Beauty Blender en mijn Milani Foundation. Ik heb dus best wel slecht gegeten afgelopen week. En dat is wel terug te zien. In mijn huid. En heel veel mensen vroegen vorige keer, maak je je Beauty Blender niet nat? Dat doe ik dus niet. Ik zou niet weten waarom. Ja, waarschijnlijk zal het beter werken. Maar ik heb zelf niet specifiek dat ik het idee heb dat ik dat nodig heb. Want ik vind hem al zo goed werken. Zo. Dat is dat. Oogschaduw. Ik ga hem gewoon weer lekker voor dezelfde kleuren als altijd. En dat zijn deze twee en die twee. Dus die lichte gebruik ik zeg maar voor mijn ogen. Oh ja, een eyeliner. Ik heb ook al een week geen eyeliner op gehad. Ik ga me zo meteen echt een opmaakpop voelen. Dat is zo grappig. Terwijl normaal als ik gewoon aan het werk ben, gewoon in Amsterdam mijn ding aan het doen ben, dan maak ik me elke dag eigenlijk wel zo op als ik gewoon afspraken heb of foto's ga maken of weet ik veel wat ga doen. En dan nu, omdat ik nou misschien pas 10 dagen geen make-up op gehad, ga ik me echt een soort van opmaakpop voelen. Terwijl zoveel, ik ook weer niet zoveel make-up op doe. Volgens mij zijn er mensen die echt wel meer make-up dragen dan dit. Oké, de basis zit erop. En dan doen we dit. En ik heb echt lekker geslapen vannacht. Dus ik voel me echt top vandaag. Want Olivia die ging om 9 uur naar bed. En die werd om 8 uur pas wakker. Dus dat is echt awesome. Zo. Nou, ik heb natuurlijk niet zo heel lang geleden precies opgenomen hoe ik mijn make-up doe. Ik zal trouwens alle make-up producten, natuurlijk deze vooral, hieronder linken. Maar ik zal niet precies vertellen wat ik allemaal aan het doen. Want dat was saai, dat heb ik net allemaal verteld. Alrighty. Waar oh waar is mijn eyeliner? Niet hier. Pakken. Alright. Ik heb mijn Tom Ford eyeliner gevonden. Dit is de Tom Ford Eye Defining Pen. Met een harde kant en een zachte kant. En ik gebruik in principe altijd die harde kant. Alleen deze is wel bijna op. Ja, dit is echt bijna op. Zo. Ik ben het overigens best wel snel aan doen, want ik heb niet al te veel tijd. Het allerergste is als het niet symmetrisch zit. Volgens mij is het wel enigszins oké.
Het is echt super lekker weer buiten trouwens. Het regende vanochtend. Maar de zon begint te schijnen. Ik heb één crop top aan. En het is wel fijn als het weer dan lekker blijft. Ik krijg altijd heel veel vragen hoe ik zo slank kan blijven. Ondanks dat ik zoveel eet. Dat weet ik ook niet. Maar vergis je niet. Nou ja, ik wil zeggen zo slank ben ik niet. Maar dat ben ik eigenlijk wel. Maar ik was vroeger altijd wel echt veel dunner. Ik ben, sinds ik zwanger ben, ben ik 7 kilo zwaarder. Zeg maar permanent. Dan vroeger woog ik altijd 48, nu weeg ik 55. Wat prima is, want ik was vroeger altijd echt veel te dun. Dus ik vind het prima. Maar ik was echt heel dun, dus altijd. En toen at ik ook gewoon frituur en hoe ik nu eet eigenlijk. Ik denk dat ik gewoon niet zo breed gebouwd ben. Dus dat is dan een geluk, I guess. Maar goed, het boeit op zich niet zo. Tenminste, ja, mij boeit het niet zoveel dik, dun. Het zal allemaal wel. Je moet gewoon enigszins gezond zijn. En iedereen is anders gebouwd. Oké, mascara op. En dan moet ik mijn wenkbrauwen doen. En dan ben ik alweer bijna klaar. Met mijn make-up. Ik gebruik trouwens, dat zal ik hieronder ook even linken, dat Revita Lash Brow gebeuren. Ik heb het nog niet eens heel vaak gebruikt, maar het werkt dus wel echt. Voor degene die het afvragen. Het werkt alleen, ik verwachtte dat het meteen ging werken. Als ik ermee zou beginnen, dat is niet zo. Je moet het echt wel even volhouden. Maar na een maandje of zo begint het echt te werken. Je krijgt meer wimpers en ze worden echt langer. En dat is wel chill, want ik hou niet zo heel erg van wimpers plakken of wimper extensions. Dus als jullie daar ook niet van houden, gebruik gewoon dat een maand. Het kost wel, het is niet heel goedkoop, maar het is op zich wel het geld waard. Je wordt niet genaaid. Ik gebruik deze mascara van Maybelline. Oké, ik doe even mijn andere ogen en dan maak ik mijn wenkbrauwen af. En dan zie ik jullie zo meteen. Ik heb mijn haar trouwens half gekruld, maar ik moet het echt nog even goed gaan doen. Het is wel weer ietsjes langer. Dat vind ik echt zo chill. Omdat ik natuurlijk gisteren nieuwe extensions heb gekregen. Dus dat is heel fijn. Oké. Laten we verder gaan met een boxen. Ik zal proberen niet te lang over te praten. Want dat is misschien saai. En dat is nogal veel. Zodat we alles afkrijgen. Oké, eerste pakket. Daar is trouwens het tweede deel van beneden. Het eerste pakket is een cadeau van Tots. Tots ken ik wel als een schoenenmerk. Ik heb ook al een paar loafers ervan. Ik zal trouwens proberen alle producten op te zoeken en hieronder te linken. Mochten jullie meer willen weten. En dit is een paar nude loafers. En ze zien er altijd heel erg oma-achtig en stoffig uit. Maar ik heb deze ook in het rood. Die draag ik ook best wel veel. Maar ik draag ze echt heel veel. Want één, ze zitten super lekker. En twee, ze staan super leuk onder Levi's broeken of weet ik veel wat. En ik vind het zelf echt hele chille schoenen om te hebben. En ze gaan nooit echt uit de mode. Dus I love them. Dat is één. Ik zal het even meteen in mijn kast erbij zetten. Oké, het volgende. Jullie gaan echt denken dat ik gek ben. Maar dat zijn weer Tommy Hilfiger producten. Ik ga wel een campagne schieten voor Instagram. En ook voor Tommy Hilfiger's account in Los Angeles. Dus daarom heb ik deze spullen gekregen. Maar dit gedeelte is niet gesponsord. Als er dingen gesponsord zijn, zet ik dat hieronder. Maar dat is in deze video niet het geval. Ik heb deze crop top uitgekozen. Het is een beetje een oversized shirt. Ik denk dat je die nog wel online kan kopen. Ik ga even zoeken en dan zal ik hem hieronder linken. Ik denk misschien bij Zalando of iets. En ik heb deze Tommy Gigi jurk. Die is heel cute. En hij is een beetje kort, maar ik vind hem heel mooi. En ik heb over iets heel lang nagedacht. Dat wilde ik eigenlijk al veel eerder kopen. En toen heb ik dat niet gedaan. En nu uiteindelijk toch maar wel.
Even kijken waar. Oh, Sanna gaat mij echt haten voor deze troep. Maar dat is namelijk, en ik denk dat misschien sommigen van jullie deze ook al wel hebben. Deze Tommy Hilfiger tuinbroek. Ik vind hem zo ziekelijk vet. Ik zal trouwens wel even zeggen welke maat ik heb, want dat vragen jullie altijd. Ik koop nooit dingen in kleine maatjes. Ik denk dat dit een medium is of een 38. Nee, het is een S. Oh, hij ziet er niet heel klein uit. Maar ik zou hem zelf, denk ik, ik heb hem opgestuurd gekregen. Dus ik zou hem zelf in een medium gekocht hebben, denk ik. Dus die. En ik weet niet of deze nog te koop is. Maar als hij te koop is, link ik hem hieronder. Want ja, hij is awesome. En dan heb ik nog ook van de Gigi collectie. Dit ziet er trouwens wel weer groot uit. Dit superleuke rokje gekregen. Ik hoop dat ik het allemaal pas. Normaal had ik ook een try-on, maar I gotta go soon. Gisteren kwam trouwens Kay langs en die was net in Spanje geweest. En die had voor Olivia zo'n superleuk jurkje meegenomen. Kijk nou, een Spaans jurkje. Dit is toch echt allercutste ooit. Is dat? Dan heb ik van Danique van Most Wanted heb ik deze jurk gekregen. Even kijken, ik heb hem in een medium. Ik heb hem nog niet gepast, maar als hij te groot is, doe ik gewoon een riem omheen. Zal ik ook hieronder linken. En ik heb deze top ook van haar. Die vind ik heel cute. Lichtroze. Basic item. En ik heb van Atelier des Femmes, wat ik echt super leuk vind. Die hebben allemaal van die haardingen. Die kennen jullie misschien al wel van Instagram. Heb ik deze super leuke haarband gekregen. Tenminste, ik heb er een aantal. Ik heb deze kleur. Zal ik deze even opdoen trouwens? Ik denk dat die wel leuk staat bij blond haar. Ik denk dat deze leuker is bij blond haar dan bij bruin haar. Maar I don't know. Even kijken hoor. Ik heb dit nog nooit gedaan. Zo. En dan. Zo. Zo. En dan kan je hem op allemaal andere manieren doen. Even kijken of dit leuk is. Ja, ik vind het dus wel heel leuk. Ook op vakantie als je zeg maar naar het strand gaat en je haar niet in je gezicht wilt. En ik heb er super veel. Ik heb deze. Die is met zo'n gingham print, hoe je dat ook noemt. Deze voor Olivia. Ik heb ook, je hebt dus ook voor moeder-dochter samen. Bijvoorbeeld deze heb ik dan met Olivia. Die kunnen we samen op. Is leuk om een foto te maken. En deze vind ik ook allebei heel erg mooi. Die zijn fluweel. Deze vind ik ook. Deze kleur vind ik super mooi. Dus dat is een pakket. En dan heb ik van de website My Jewelry. Ook heel erg leuk. Wat sieraden gekregen en wat tops. Deze top vind ik heel leuk. Zo'n wrap top. Ik vind het printje heel mooi. Ook met de vintage Levi's of zo. En ik heb van hen ook deze gekregen. Even kijken. Hetzelfde soort top. Ook zo'n wrap top. Vind ik ook heel mooi. En ik heb... Oh ja, dit shirt van Tommy Hilfiger. Ook wel cute. Gekregen. En dan heb ik, oh ja, ook nog van Tommy Hilfiger, ook nog schoenen. Deze schoenen, ook van de Tommy Gigi collectie zijn die. Heb ik. Die zijn heel cool. En ik heb deze sneakers. Die staan aan, echt heel erg leuk. Ik had ze gisteren even aangedaan. Ook van, ik weet niet of dit Tommy Gigi is, volgens mij is dit gewoon van Tommy. Ja, ook met dat logo weer. Ook super leuk. Heb ik gekregen. En daarnaast heel veel bergen aan sieraden. Maar echt niet normaal zoveel. Ik heb deze nu in. Even kijken. Oh, lekker onder de make-up vegen. Kijk, deze vind ik super leuk. Dat hartje. Die is van My Jewelry. En deze is van Naked. Dat is dat. En toen had ik nog van Missoni. Dat kennen jullie ook allemaal wel. Een order binnen. Ik denk alleen... Dat de meeste dingen zijn wel winterachtig. Behalve dit jurkje. Die vind ik heel cute. Ik ben benieuwd of het al uit is. Zo ja, dan zou ik het linken. Ik vind deze echt super mooi. En ik heb ook een hele echt. Ik vind het, I love it. Je moet hier wel echt van houden, maar ik vind het heel mooi. Zo'n wijde broek van hen. Kijk, die zit zeg maar zo. Ik moet het eigenlijk wel allemaal even aantrekken. Dat is wel leuker, maar ik moet echt gaan. Ik heb trouwens deze broek ook zelf gekocht. Dat is een vintage Burberry broek.
En die heb ik bij Lebel gekocht. En voor degene die het vragen, daar koop ik echt al mijn vintage spullen. Dat wilde ik eigenlijk niet zeggen, want het is een beetje mijn best kept secret. Maar goed, bij deze, je kan daar echt zoveel leuke vintage designer dingen kopen. Maar doe het maar niet. Maar goed. Deze trui heb ik ook van mijn jewelry gehad. Het is een beige trui met leide mouwtjes. En dan heb ik... Oh ja, ik heb nog een jas ook van Missoni. Die vind ik echt super vet. Dat ga ik even aandoen trouwens. Het is wel echt zo warm. Het is wel voor de winter. Kijk, super cool is die. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is zo lang. Ongeveer. En ja, ik heb beneden dus nog meer kleding. Maar dat doe ik wel in de volgende vlog. Anders wordt het een beetje te veel, denk ik. Van dit allemaal. Ik zie dat ik alweer 7 minuten gefilmd heb. Ik ga nu in ieder geval mijn schoenen aantrekken. Ik doe dus deze outfit aan. En ik doe mijn Vans aan met platform. Dat zal ik ook hieronder linken. Volgens mij hebben echt de helft van jullie die schoenen al. Omdat ze echt super chill zijn. En dan moet ik alweer gaan. Ik ben veel te laat. Ik zal even mijn zonnebril pakken. Ik vind het zo jammer dat ik moet werken op zaterdag. Ik zou zo graag met Olly iets leuks willen doen. Maar helaas. Ik ga wel vanavond naar Vivian met Olly. Dus dat wordt wel gezellig. Dan ga ik lekker met haar chillen. En Viv heeft een nichtje die net zo oud is als Olly. En die is bij haar. En dan gaan we met de baby's gezellig spelen. Oké, guys. Ik ga er vandoor. Ik ga de vlog ook afsluiten bij deze. Want anders is deze vlog weer echt veel te lang. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei!